een gebroken hart op die manier hebben. Ik wil ook voor degene bidden die met ziekte kampen. Ik wil ook voor degene bidden die verslaafd zijn. Ik wil ook voor degene bidden die in verbrokenheid leven. Wat ik u net zei, ik ben gewend op het moment dat ik hoop wat te ontvangen van God. En ik ga ervan uit dat als ik bid dat ik wat ontvang, doe ik mijn handen open. Dus als u wat wilt ontvangen van God, doe uw handen maar open. Dan gaan we voor u bidden. Heeft u een geliefde in uw omgeving die ziek is? Ga die maar denkbeeldig de hand opleggen. We gaan voor u bidden. Bent u zelf ziek? Leg uw hand maar op uw hart. Op de zieke plek. Ik zie uit naar hetgeen wat God gaat doen in gebed. Het gebed is krachtig en we hebben geloof in hetgeen wat Hij zegt. En we willen er ons naar uitstrekken. Laten we bidden. Dank u, Hemelse Vader. Dank u wel dat u Koning Jezus overwonnen hebt. Dat u de relatie tussen God de Vader en wij mensen hersteld heeft. Dank u wel, Hemelse Vader. Dat u van ieder persoon hier in deze zaal, dat u die op de ogen heeft en dat u van die persoon houdt. Heere Jezus, we willen u danken dat u alle zonden droeg die wij hebben gedaan. En dat u naar ons kijkt, Hemelse Vader, als uw eigen zoon. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u uw woord herstel en redding belooft. En daar willen we ons naar uitstrekken. Dank u dat we genezing mogen ontvangen voor hetgeen wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Hemelse Vader, we bidden dat geen enkele satanische macht in deze ruimte kracht heeft om hier te werken. Alleen Koning Jezus is Heer en Meester op dit terrein en in deze harten. Heer, we willen bidden voor degenen die een gebroken hart hebben, omdat ze iemand verloren hebben. Heer, we willen bidden voor die mensen die pijn hebben als ze een verhaal horen van genezing. We willen bidden voor degenen die pijn hebben omdat ze iemand verloren hebben waarvan ze zoveel hielden. Heer, we willen bidden voor herstel van hun hart. Herstel van en we vullen van uw liefde in die harten. Vult u hen met uw liefde en uw geest. Heer, we willen bidden voor degenen die in verbrokenheid leven. Die de relatie niet op orde hebben. We willen bidden voor huwelijken of families. Dat u daar inbreekt en uw kracht laat zien. Geef herstel en bevrijding. En bind mensen aan elkaar. Heer, we willen bidden voor de mensen die verslaafd zijn. En we willen bidden en we spreken tegen de verslaving. Ga uit in Jezus' naam. Je hebt niets te zoeken in deze mensen. Heer, we willen bidden voor de zieken. Heer, we willen bidden en we leggen denkbeeldig of letterlijk de hand op de plek of op de persoon. Geef genezing en herstel. Bevrijd mensen van ziekte en pijn. Heer Jezus, we vragen op dit moment herstel en genezing door uw vaderlijke hand. Kom in uw kracht, toon uw liefde. Kom met uw genezing. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u belooft in uw woord. Dat we alles wat we vragen, dat we dat zullen ontvangen. In Jezus' naam vragen we dit. Amen. Heeft u persoonlijk gebed nodig? We staan daar zo meteen aan het eind van de zin bij de tent. We willen graag met u verder strijden en bidden. Op het moment dat u iets in uw hart heeft en wat herstel, bevrijding of genezing nodig heeft. Ik wil u ook uitnodigen voor aanstaande woensdag. Heeft u mensen in uw omgeving die ziek zijn of herstel zijn, nodig hebben? Dan zal er in de shelter om 8:00 onderwijs zijn over herstel en genezing op geestelijk en lichamelijk vlak. Het belangrijkste is boven alles dat u allemaal de Heer Jezus leert kennen en op die manier de volledige vrijheid.